1864 is men gestart met het beter bereikbaar maken van Rotterdam. Onder leiding van ingenieur Calland werd een kanaal van 4,5 kilometer gegraven. Daarmee werd de haven van Rotterdam ook voor grote zeeschepen bereikbaar. Natuurlijk moest het havengebied worden beschermd. Daarom werd rond 1880 een panzerfort Hoek van Holland aangelegd. Het was een gigantisch bouwwerk met fortgrachten en prikkeldraadversperringen en circa 3 kilometer aan gangenstelsels. De bewapening bestond uit 4 24 cm kanonnen in draaibare koepels en 2 15 cm kanonnen. Voor die tijd een heel zware bewapening. Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Het fort werd wel op oorlogssterkte gebracht en maakte deel uit van de kustverdediging. Later, in de jaren 20 tot aan de mobilisatie van 1939, raakte het fort in onbruik. Daarna werd het weer in dienst gesteld. In de meidagen van 1940 speelde het fort geen actieve rol, ondanks de zware gevechten rond Rotterdam en het Westland. Een markant feit is dat, na het vertrek van koningin Wilhelmina naar Engeland, de regering De Geer in het fort bijeenkwam en ook besloot in ballingschap te gaan. Tijdens de bezetting werden de verouderde kanonnen door de Duitsers verwijderd en omgesmolten om er uiteindelijk granaten van te maken. Het fort diende toen nog als bakkerij voor de Weermacht. In de 60e jaren is het fort door Defensie afgestoten. Tegenwoordig wordt het beheerd door een stichting.